Vanuit Lightroom heb je de mogelijkheid om je foto's rechtstreeks naar Instagram te publiceren. Dat gaat echter niet zomaar, daar is een kleine plugin voor nodig. En een plugin is een heel klein stukje software wat binnen Lightroom draait en daarmee kan het wel. Je moet allereerst de plugin downloaden via het internet. En dat gaat op deze website, lrinstagram.com. En ik heb eventueel hier beneden in de beschrijving een link staan naar deze website. En als je op deze website komt, dan heb je bovenin de optie Download. En dan spring je iets naar beneden waar je de plugin kunt downloaden. En je ziet dat er staat versie 0.6.1594. Hij is dus nog een beetje in ontwikkeling. En het kan zijn dat hij dus niet altijd helemaal goed werkt. Als je hem hebt gedownload, dan verschijnt hij in je map Downloads. En het enige wat je dan moet doen is hem uitpakken naar de juiste locatie. En ik pak hem in dit geval uit naar Program Files, Adobe. Lightroom Classic CC. En daar zie je al twee andere plugins staan. Een plugin om met Canon of om met Nikon op afstand te kunnen fotograferen. En ik sleep de bestanden gewoon daarbij. Als ze daarbij staan, moet ik in Lightroom nog aangeven dat ik een plugin heb gedownload en dat ik hem ook wil installeren. En dat doe je heel makkelijk bij Lightroom in het plugin beheer. Dat vind je hierboven bij bestand. En dan heb je daar plugin beheer staan. En als je daarop klikt, dan heb je dus je huidige plugin staan, plus ook de mogelijkheid om een nieuwe toe te voegen. En vervolgens moet je dus even de map opzoeken waar je het zojuist naartoe hebt gekopieerd. En dan selecteer je de juiste map. En vervolgens wordt hij erbij geïnstalleerd. En je ziet dat hij er eigenlijk gewoon vrij snel bij staat. En je hebt dan een aantal opties voor je plugin. Deze kun je op zich allemaal wel negeren. En je kunt gewoon op gereed klikken. Waar is je plugin dan te zien? Nou, je hebt hieronder het kopje Services voor publiceren staan. En als je dat uitvouwt, dan zie je daar LR Instagram bij staan. Met daarnaast het woordje instellen. Want je moet hem nog even goed instellen. Dus als je daarop klikt, dan krijg je het volgende voor je neus: Je kunt hier om te beginnen inloggen met je Instagram. En Lightroom gaat vervolgens verbinding maken met Instagram. En kijken of het allemaal klopt. Meestal ben ik mijn wachtwoord wel vergeten, maar in dit geval klopte het toch vrij aardig. Dus je hebt hier op een gegeven moment een verbinding met je Instagram via Lightroom. Dan heb je nog de voorkeuren. Je kunt bijvoorbeeld een uploadlimiet instellen, en dat is op zich wel verstandig. Je kunt kiezen van 1 tot 5. En ik wil je adviseren om er voor één te kiezen. Ik laat hem in dit geval even op vijf staan, voor het voorbeeld. Maar um, één is eigenlijk wel aan te raden bij social media. Als je vijf foto's tegelijk uploadt, dan, dan komt dat allemaal in één keer op de tijdlijn van iemand anders. En je kunt dat beter spreiden in vijf keer eenmaal. De volgende optie die klinkt op zich heel logisch. Wanneer je foto's uit Lightroom verwijdert, dat je ze niet verwijdert van je Instagram. Er is ook een koppeling op gebied van foto's verwijderen. Maar dat zou je op zich niet willen. En je kunt nog force padding to square aanvinken. En dat houdt in dat je de ouderwetse vierkante foto's van Instagram krijgt. Maar dat is gewoon helemaal niet meer aan de orde. Instagram kan tegenwoordig gewoon keurig met andere verhoudingen werken. Dan heb je nog een uitvoer voor verscherpen. Met daarin een paar opties. En een kleine hoeveelheid. Ik vind dat een beetje onzin. En eventueel heb je nog de mogelijkheid om er een watermerk op te zetten. En daar ben ik zelf ook niet zo'n fan van. Dus ik laat de instellingen even staan. Ik loop ze nog even snel door. Ik heb ingelogd met mijn Instagram-account. Ik ga in dit geval vijf foto's per keer uploaden. En bij mij staat uit dat als ik een foto uit Lightroom gooi, dat hij hem verwijdert van Instagram. Althans, dat gaat niet gebeuren. En ik heb gewoon geen vierkante foto's. En ik heb geen verscherping en geen watermerken. En vervolgens klik je op opslaan. Ben ik nog één klein ding vergeten? Dat is hieronder de Instagram Caption. Instagram, dat heeft natuurlijk een kleine beschrijving nodig en het werkt ook met hashtags. En je hebt hier verschillende opties. Nou, je kunt dat natuurlijk niet doen of je kunt een custom template maken. Ik heb in mijn geval gekozen voor bijschrift en daar ook de hashtag bij. Als ik nu een foto aanklik, dan heb ik hier aan de rechterkant het bijschrift van de foto. En de dingen die ik daarin heb staan, die gaat hij dus mee kopiëren als tekst naar Instagram. En laat ik daar nog gewoon even een hashtag uh, slang bij zetten. Deze vijf foto's wil ik dus uploaden naar Instagram. Dat doe ik heel eenvoudig. Ik selecteer ze allemaal en ik sleep ze gewoon hieronder naar het kopje Instagram-foto's. En dan laat ik ze los. En dan zie je vervolgens daar een heel klein vijfje bij komen. Op zich verandert er verder niks totdat je hierop klikt. Dan kom je in een ander venster. En dit zijn de vijf foto's die ik naar Instagram ga uploaden. En dat is vervolgens heel kinderlijk eenvoudig door gewoon hier op de knop publiceren te klikken. Je ziet dat Lightroom bovenin aan het rekenen gaat. En wat het nou gaat doen, is gewoon mijn foto's bij elkaar verzamelen. Even kijken wat er bij het bijschrift staat. Dat doorkopiëren naar Instagram. En het daar gewoon bij plaatsen. En je ziet als de foto is gepubliceerd op Instagram, dan verdwijnt die uit het overzicht. En komt die eronder bij in gepubliceerde foto's. Dus in dit geval staat er één foto op gepubliceerd. En de andere vier, dat is ook zo gepiept. Inmiddels is Lightroom klaar en heb ik dus vijf gepubliceerde foto's op Instagram. En het enige wat ik dus moet doen is even op mijn profiel kijken, dat te verversen. En je ziet gewoon dat alle vijf de foto's er keurig bij staan. En dat is eigenlijk dus gewoon het enige. Je downloadt de plugin, je installeert hem, je stelt hem in en vervolgens kun je gewoon in een handomdraai je foto's naar Instagram uploaden. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.